een hele bijzondere plek binnen het Nationaal Park. Een mystieke plek met heel veel rust. Heel veel mystiek, zeg maar, omdat hier vroeger geen mensen kwamen. Alleen de koken die kwamen hier, en dat was een heel apart beroep. Kwam hier in alle rust en die kwam ook al vaak 's nachts. Dan deed hij zijn werk. En 's ochtends vroeg kwam hij hier om eenden te vangen. Maar voor de rest kwam hier niemand. En heel veel mensen uit de streek die wisten van de kooi van Pen, maar die zijn er nooit in geweest. Dus ook al die vrijwilligers die hier zitten, die komen allemaal uit de streek en die hadden vroeger altijd de neiging om even die kooi in te gaan. Stiekem. Nou, ik kwam hier als staarbosbeheer, kwam ik hier toen 14 jaar terug, kwam ik hier als boswachter en toen ben ik voor het eerst in de kooi geweest. Toen werd hij ook nog gevangen, toen zat hij nog een kooiker op de kooi. Dat gebeurt nu niet meer. Maar toen overviel je eigenlijk al de mystieke rust, zeg maar, die hier heerst en ook de bijzonderheden. We hebben hier nog heksenkruid groeit die nog in de kooi. Ja, en ook de grootte van de kooi, zeg maar, 18 vangpijpen, 5 vangplassen. Ja, dat maakt er eigenlijk ongelooflijk van dat er zo'n plekken nog in Nederland zijn. Nou, de combinatie van de rust die hier speelt, de bijzondere natuur die je vindt, maar ook de bijzondere vrijwilligersgroepen die, zeg maar, die hier heel actief is. Ja, je kunt het vergelijken met zo'n leugenbank waar oude mannen bij elkaar gaan zitten. Maar hier wordt nog wat gedaan en ik hou van fysieke beweging. Ja, dat is ook voor de aardigheid, daarom doe ik mee. Ik stel me niet zoveel voor van het vangen van eenden hier ooit. Meer van het in stand houden van iets wat een mooie herinnering is aan hoe het vroeger ging. Met de verhalen daaromheen. En ook voor wat betreft die mystieke uitstraling die het heeft. En dat zou mooi zijn als meer mensen daar af en toe wat kennis van kunnen nemen. Want het is magie wat hier bedreven wordt en werd. Hè? Is dat zo? Want hoe je eenden kunt vangen zonder geweer, zonder pijl en boog. Maar gewoon op grond van hun gedrag. En dan kijk rond en dan zie je hoe het langzamerhand weer gerestaureerd wordt. En vervolgens onderhouden moet worden. Dus het is reconstructie van die pijpen. Met die rietschermen. Maar ook baggeren. Het weerstellen van die waterkant. Die inzakt en die wegrot. Dat moet, en zomers natuurlijk maaien. En openhouden van het hele gebied rond die plassen. Een paar jaar geleden waren het de Weerribben, de mooiste plek van Nederland. En daarbinnen is dit wel de prachtplek. Ja, ik vind dat wel een logische keuze.